Wij hebben misschien het antwoord niet, maar dan weten wij precies wat leeft. Ja, want hoe je draait of keert, het is een immens probleem. En geen enkele organisatie moet denken dat ze het antwoord hebben. Als een organisatie niet opstaat in de wereld, of een persoon of een organisatie niet opstaat in de wereld met een formule om af te komen van levensbeheersende problemen, wordt zo'n persoon rijker dan Bill Gates. Want Bill Gates zelf heeft levensbeheersende problemen. Snap je? En drugsvoorlichting, voorlichting is nooit genoeg. Je gaat voorlichting moeten blijven geven. Ja, ik heb een artikel gelezen in een krant van 14 april, zaterdag 14 april. Waarbij een organisatie te kennen gaf en een mevrouw die zei van... Er is behoorlijk veel drugsvoorlichting gegeven, want we waren ook bezig met voorlichting op de scholen. Behoorlijk voorlichting is gegeven op de scholen. In feite hoeft er geen voorlichting meer gegeven te worden. Omdat wij nu kunnen gaan werken aan programma's betreffende karaktervorming. Voorlichting is nooit te veel. En dat willen wij bereiken, dat de organisaties nu... En dat wij ook nog de medewerking nodig hebben van de pers. Wat zijn, er zijn verschillende presentaties gehouden. Wat zijn de meest uit het oog springende zaken aangehaald vandaag? Kijk, dat men soms ook niet weet waar men terecht moet. In Hazard is te kennen gegeven aan de hand van de presentaties dat er daar geloof ik 49% of hoeveel procent van de mensen, of 51% van de mensen die daarin verzekerd zijn gesteld, mensen zijn die verslaafd zijn aan drugs. Begrijp je goed? En dan moet je even nagaan, zoveel procent verslaafd aan drugs. En al deze mensen zijn meestal de recidivisten. Dat wil zeggen, ze zijn draaideur criminelen. En als ze draaideur criminelen zijn en ze niet daarin verzekering zijn gesteld en er niets eraan gedaan wordt, wat denkt u dat er zal gebeuren wanneer deze mensen wederom in vrijheid worden gesteld? Dat wij als samenleving wederom geconfronteerd zullen raken met deze mensen. Dus daarom is het van belang dat we gaan werken, alle actoren bijeen moeten gaan komen en gaan kijken hoe kunnen wij dat gaan indammen. Waarom zijn ze draaideur criminelen? Welke organisaties zijn van belang om deze mensen te kunnen helpen af te blijven van criminal thinking, weet je wel, en doing? Dus dat is nou de bedoeling. Want ik ben er zeker van, gezien het feit dat ik ook nog 6,5 jaar bezig ben binnen de strafinrichtingen Hazard, zowel in Hazard en zowel in Santo Boma. Dat je nog mensen hebt die te kennen geven anders te willen leven. En daadwerkelijk berouw hebben van de dingen die ze gedaan hebben. Maar deze mensen zijn ook wel mensen die verstoten zijn door de samenleving, verstoten zijn door hun familie. Ze hebben geen vaste woning en verblijf. Dus als deze mensen nu in vrijheid worden gesteld, 12 uur in de avond, zijn ze daar op straat met geld op zak. Waar moeten ze naartoe? Dus waardoor deze mensen terugvallen in een crimineel gedrag, in een crimineel denken, in een crimineel doen. Dus wat wij nu willen proberen, wat wij nu proberen te doen, is om zoveel mogelijk informaties in te winnen. En met de informaties willen we wat gaan opstellen en gaan presenteren aan de regering om te kunnen kijken wat zouden wij gezamenlijk met de NGO's en de andere partners kunnen gaan betekenen voor deze mensen. Moet er een halfway house worden opgezet? Moet er een aftercare house worden opgezet? Dat is namelijk de nazorg. Men legt meestal de nadruk op rehabilitatie van de ex-gedetineerden. Maar we moeten de nadruk gaan leggen binnen de strafinrichting zelf. Binnen de strafinrichting heb je nu daar mensen daar die verslaafd zijn en daar in verzekering worden gesteld en daarna wederom in vrijheid worden gesteld. Dus daarom zeggen wij nu dat er binnen de strafinrichting men deze moet gaan beginnen met een programma deze mensen te coachen af te blijven van drugs. Is het 1 voor 12? Het is 1 voor 12, ja. Het is 1 voor 12. Kijkt u even maar. Kijkt u om u heen. Dus als je ze gaan merken. Dat men vraagt mij constant als de drugs toeneemt, gebruik toeneemt. Dat neemt toe. Er zijn discotheeks bijgekomen. En daar gebruik men geen stroop. Begrijp je goed? En daar gebruik men allerhande zaken. Daar is het hele NV-roep. Daar vind je van alles. Omdat er een probleem is en we merken het op kantoor. Gezinnen worden ontwricht, raken ontwricht door het alcoholgebruik. En het neemt toe. Daarom. Krijgt u veel meldingen op kantoor?
Toch wel, ja. En het is niet alleen bij het bureau slachtofferhulp, het is over alle drie secties die onder justitie Nikeri vallen. Zaken worden verwezen vanuit de politie naar ons, vanuit het maatschappelijk veld worden zaken van naar ons toe verwezen. We krijgen tips van zowel de scholen, bejaardentehuizen, van iedereen. De gemeenschap tipt ons, we gaan onderzoeken. En je vindt dan, meestal word je dan geconfronteerd, je merkt, je vindt vrouwen in benadeelde posities. Maar ze willen niet weggaan. Dat is één. Je praat met ze, je begeleidt en voor zover nodig verwijs je door. Je vindt kinderen. Je komt kinderen tegen die verwaarloosd zijn, zwaar verwaarloosd zijn. Met als gevolg dat ze kiezen om weg te lopen, omdat ze denken dat als een jongen lief leuk met ze praat, dat hij paradijs kan bieden aan ze. En je hebt ook te maken met goederen nu van mensen, van de verslaafden. Of van de gebruikers. Dat. Om welke leeftijdscategorie gaat het? Gaat het om man of vrouw? Meer mannen. En het zijn de kostwinners. De kostwinners van dat huis. Of van dat huishouding. Van die huishoudingen. De vrouwen zijn meestal huisvrouwen. En dan heb je daar minimaal 3 kinderen. Denkt u dat deze presentatie een steentje zal bijdragen aan het minimaliseren van het gebruik van drugs? Ik denk dat het zal bijdragen. Natuurlijk hoop ik dat. Maar ik denk dat hij zal bijdragen. Ik hoop dat hij eerder bijdraagt tot het bewust worden en het accepteren van dit probleem. Nou, in elk geval, iedereen weet dat het erg veel ellende met zich meebrengt. Mensen die verslaafd zijn, veel overlast bezorgen aan anderen, zelf ziek worden. En dat eigenlijk we op dit moment niet in staat zijn om op een adequate manier de zaak aan te pakken en de mensen te helpen te ontnuchteren. Er zijn veel beperkingen en ik denk dat er een aantal stappen ondernomen moeten worden om die beperkingen die er zijn, om dat weg te werken, zodat de last en vooral de overlast die er is, dat geminimaliseerd kan worden. Wat zijn de stappen volgens u? In elk geval is het nodig dat er iets aan wetgeving gedaan moet worden, omdat er beperkingen zijn wat wetgeving betreft. Als iemand weigert zich te laten behandelen, mag je niet dwingen. Want de wet biedt die ruimte niet. Dat is één. En aan de andere kant is het ook zo dat de behandelingsmogelijkheden zelf ook beperkt zijn. Wat je eigenlijk doet is verschijnselen die er zijn, symptomen die er zijn, aanpakken. Maar echt effectief behandelen middels medicamenten, dat is op dit moment niet mogelijk. Daarom wordt er multidisciplinair aangepakt met artsen, psychologen en andere mensen die in staat zijn de mensen te begeleiden en te hopen dat ze ontnuchteren. En dat is ook een van de redenen waarom het effect uiteindelijk niet is wat we zouden willen hebben. Dat weinig mensen eigenlijk lukt om weer nuchter te worden. Ik denk dat het noodzakelijk is om die zaken toch beter aan te pakken en hopen dat er meer effect zal zijn. Het bureau alcohol en drugs is wel in Nikeri gevestigd, maar we zien dat het onderbemand zijn. Er werken maar 2 of 3 mensen hier. Alles wordt vanuit Paramaribo gedaan. Vindt u dat er hier meer personeel in dienst genomen moet worden, professionele personeel? Ik denk dat het sowieso nodig is, omdat ik net heb aangegeven dat die zaken multidisciplinair aangepakt moeten worden. We hebben gewoon meer deskundigen nodig. Wil je dat de aanpak meer effect gaat hebben? Werken met enkele mensen die misschien deskundig zijn, dat helpt een beetje. Maar het is niet zo dat je het effect wat je zou willen hebben, dat je dat bereikt. Omdat er meer deskundigen nodig zijn om die ondersteuning te geven. Wat vindt u van deze dag vandaag, presentatie? Het is een noodzaak. Ik hoop dat men daardoor bewuster gaat worden en dat het daardoor gaat lukken om verslavingen te voorkomen, want dat is belangrijk, omdat de behandelingsmogelijkheden beperkt zijn. Dus waarop er gemikt moet worden, dat zo weinig mogelijk mensen verslaafd raken. Daarop moet men meer gaan mikken op dit moment, denk ik.